Dan geef ik nu het woord aan onze burgemeester, de heer Van Schot. Dankjewel. Dames en heren, goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent. Lintjesregen, dit is al gezegd. Vaak, de laatste jaren, hebben we nog veel gedecoreerd vandaag. Vier in totaal, dus een klein buitje, zullen we maar zeggen. Het regent een beetje, maar het regent hopelijk ja, vandaag wat minder buiten. Maar ik heb het oranje zonnetje al wel gezien. Ik hoop u ook. Ja, ik zeg al vier gedecoreerde vandaag. Dus, mag ik naar voren vragen, als eerste, mevrouw Broeder, keizers uit Fortenwillem en natuurlijk haar man Frans Om. Je kunt zeggen een echte duizendpoot binnen Fortenwillem. Ja, dat reken dan zo zie, denk ik, oh. Ja. 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 En als u dan weet, dat geldt eigenlijk voor u allemaal, dat alle organisaties waarvoor u actief bent geweest, ook allemaal een brief hebben gestuurd om de aanvraag te ondersteunen. Dan weet u dus eigenlijk, en dat mag u allemaal dus ook zo opvatten, dat overal waar u actief bent, dat die mensen het bijzonder waarderen en het u van harte gunnen, dat het zijn de majesteit heeft gevraagd om u te benoemen tot lid in de Orde van de Rode Rassen. Ik ben helemaal vereerd. Dankjewel. Leuk. Ja, echt leuk, ja. Handig gefeliciteerd, hè? Dankjewel. En een bloemetje. Nou, super. Om te leren. En zoals ik al zei, de vlag en de afloop van morgen. Die geef ik nog altijd natuurlijk ook wel voor morgen. Leuk. Goed, ik verwacht. Lachen, hè? Ja, dan mag ik nu naar voren vragen, toch niet de heer Dick Rijnen, die daarvoor de heer Jetten dacht dat hij aanwezig mocht zijn, omdat hij zou worden gedecoreerd. Dick, dat zit er niet in. Ik heb je die teleurstellingen laten blijken bij de heer Jetten. Wel, en ik wil hem graag uitnodigen. Ik ben helemaal blij. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dat is dan altijd een hoogtepunt ook voor de kinderen, toch? Ja. En vanaf 2000 tot heden ook lid van de gemeentelijke commissie Monumentenzorg, waar ook de betrokkenheid blijkt voor de monumenten die wij in onze gemeente nog hebben en waar we eigenlijk heel, heel erg zuinig op moeten zijn. Allemaal reden om vandaag u in het zonnetje te zetten. En met vreugde mag ik melden dat zij de meisje hier vraagt om met de bloemen te lidden in de van de Rode Rassen. Wordt met vreugde aanvaard. Ja, hij moet goed zitten. Als springt, pak met zijn velletje. Dank u wel. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. En de uitdaging van morgen, want morgen ben je er ook. Ja. Uiteindelijk wel. Niet ervan. Mag ik uitnodigen naar boven komen, de heer Kees Koef. De heer Koef, ik hoop dat je toch in de toekomst wat meer tijd hebt voor de kleinkinderen, want daar kun je toch niet omheen, hè? Nee, dat kan ik helemaal niet. Dus je zult misschien toch hier of daar wat moeten afbouwen. Want, okay. En daarnaast, en dat was de foto die je net niet ziet, vanaf 2003, kapitein van het Gilde Sint-Antonius te Sandbeek, waar u de drijvende kracht bent bij de optredens en zorgt ervoor dat iedereen er altijd correct en ordelijk
bijloopt. En als kringvoorzitter vind ik het natuurlijk geweldig dat we die mensen hebben dit idee. Dus vandaar dat ik u met heel veel plezier, en ik hoop dat u die rol van die wil benoemen, die u al meer dan 25 jaar doet, daar ben ik ook zo ziek van natuurlijk, dat u dat nog lang blijft doen. En het verheugt mij ook zeer dat zij de meester in verhaal om u te benoemen tot lid in de orde van Rooyen Nassau. Goed gezien. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ja. De boel. Dankjewel. En de uitnodiging, en dan hoop ik morgen weer te doen. Ja, heel graag. Dus, fijn, dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. Leuk, hè? Pas, Jan, kom maar. Nielsen en echtgenote. Ja, daar waren ze nog vandaag. Ja. En u komt van het dichtste bij, en uw plein maar even over te steken en u bent er, dus dat is helemaal mooi. Thuiswedstrijd, ja, dat is zeker. Ja, dan wordt het dus tijd dat we u even uit de natuur halen en eens even in de wereld van het koninklijke halen. En het verheugt me ook heel erg dat ik u kan melden dat het zijn majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot lid in orde van de Rooyen Nassau. Dank u wel. En nu de uitnodiging voor morgen. En de vlag. Dank u wel. Prachtig. Ik ben er heel blij mee. Nou, even nog blijven staan voor de foto. En ik weet mensen onder ons die er geen respect hebben, dat is verjaardag. Dus ik zou willen zeggen, laten we vandaag, morgen, dat zijn de majesteit, laten we vandaag een gast hebben van de vier gedeputeerden van vandaag. En dat hebben we twee gedeputeerden. Op uw gezondheid maken we een mooie dag van. Gefeliciteerd en gelukkig. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria. Yeah.